muziek te maken. Met andere woorden, het gaat hier om interactie tussen kunstenaar en instrument. Michel Weisvis is een pionier van de levende elektronische muziek. Hij is ook de directeur van Stijn, studio voor elektro-instrumentale muziek. En hij geeft leiding aan de ontwikkeling van muzikale interfaces. Waar draait het nu eigenlijk om als we het hebben over interfaces, Michel? Ja, de muzikale interface. Daar zijn er natuurlijk door de jaren heen ongelooflijk veel van gemaakt. Je hebt klarinetten, violen, maar je hebt natuurlijk ook zangstem. Het grappige is dat je met die traditionele instrumenten zie je dat ze eigenlijk helemaal aan één persoon gekoppeld worden. Iemand wordt bijna een klarinetist. Hoboïsten zijn altijd ook een beetje neuzelig. Dus daar, omdat mensen jarenlang één interface gebruiken, worden ze er zodanig mee één dat ook de beperkingen daarvan invloed gaan krijgen op hun karakter. Dat is natuurlijk een groot verschil nu, waar we met elektronica en sensoren en toetsen eigenlijk iets besturen waarbij het eigenlijke geluid voortbrengen losstaat van de manier waarop je het bedient. Je kan een synthesizer kan je bedienen via een klavier, maar je kan hem ook zelfs via de stem tegenwoordig bespelen. Dat die synthesizer als het ware de noten naspeelt die jij zingt. Dat betekent dus dat je fysiek eigenlijk los bent gekoppeld van het eigenlijke geluidsopwekkingsproces. En je kan dus op die manier een instrument helemaal op maat maken. Nou, ik ben ooit begonnen, toen ik een jaar of vier was, om de korte golfontvangst van mijn vader te bespelen. En daar zaten prachtige klanken in. Hè? Op de korte golf heb je allemaal zoomtonen en rare morsen en telexberichten. Die geluiden, daar viel ik soms ook bij in slaap, stiekem. En daar... dat is voor mij een soort magie. Ook het idee dat je via die ontvangers gewoon de geluiden van de wereld kon horen. Maar het enige wat je kon doen is afstemmen op een geluid en doordraaien naar een volgend geluid. Je kon dat geluid niet beïnvloeden. Ik heb gezocht naar manieren. Ik heb bestaande commerciële synthesizer gekocht. De achterkant opengemaakt, met mijn vingers in de draden gezeten. Waardoor je de stroom ook door je hand gaat lopen. Lage spanningen dan, als je tenminste op de goede plek beetpakt. En daardoor kon je bijvoorbeeld dat weer beïnvloeden. Dus kon je op een hele directe manier die elektronica als het ware kneden. En in plaats van knoppen en toetsen. Daar is uiteindelijk een instrument uit voortgekomen dat we toen de kraakdoos noemden. Dat is in de 70er jaren gebouwd. Dat is een heel klein doosje met allemaal toetsjes erop. Of eigenlijk tastvlakken waardoor de stroom ook door je lijf heen liep. En door erop te drukken en verschillende verbindingen te leggen. Kon je er heel wilde kraak- en piepgeluiden mee maken. Wat wel een beetje bij die tijd paste, denk ik. En later kwamen natuurlijk al die digitale instrumenten. En de handen zijn een soort bijna ondingen die ontwikkeld zijn om te proberen computers te besturen. Op een manier waarbij dus maximaal mijn armbewegingen, met mijn vingerdruk, met de plaatsen van mijn vingers, maar vooral ook dit soort bewegingen door sensoren worden eigenlijk omgezet in signalen naar die computers toe, waar ik dan weer muziekprogramma's in heb draaien. Dus ik kan zo een stukje praten in deze microfoon. Doordat ik hier met mijn vinger op een toets druk, wordt dit ook opgenomen. Als ik dan op een andere toets druk... ...komt het weer terug. Dus als ik nou bijvoorbeeld dit dicht bij elkaar heb, is het heel zachtjes. Dus op die manier kan ik in dit geval het volume beïnvloeden. En ik kan het veel hoger maken. Heel laag. Dit instrument is heel erg duidelijk gemaakt om klanken waar je heel een compact soort greep op hebt, om die heel direct te kunnen spelen.
Maar dat betekent in feite dat je dus heel goed kunt kiezen welke klanken het zijn. Dat je ook die klanken enigszins kunt manipuleren, maar dat je ze als het ware niet helemaal kunt ontrafelen. Dat je ze, bijvoorbeeld als je een klank wil veranderen, moet je vaak misschien wel 6 of 7 onderdelen van een klank veranderen om echt een gecoördineerde verandering te horen. Hè? En het web is bedacht als een idee van hoe kan je nou met een hele simpele, intuïtieve handeling, met 1 gebaar, een hele hoop dingen tegelijkertijd veranderen. Maar op een manier dat je toch wel kunt beïnvloeden wat je doet. En dat het niet een vaag soort gokkast blijft, zo'n instrument. En als je je voorstelt dat je een web hebt van draden, en dat iedere draad eigenlijk een soort sensor is die de spanning van zichzelf meet, kun je voorstellen dat als je iedere sensor weer doorverbindt met een onderdeel van het geluidsmakend systeem, dat je dat web, als je dat daaraan gaat trekken, dan veranderen al die onderdelen van dat geluid. En dan kan je dus door daarin te kneden en te trekken, kun je dus een hele complexe verandering van klank maken. Zou je dat nou een instrument noemen of een interface? Ik bedoel, is deze interface... Het is voor mij een instrument. En het verschil ligt erin dat een interface, dat is dit web, dat is de interface. Dan heb je daar die grote zwarte kast onder. Die is op mijn manier geprogrammeerd. En de combinatie van die twee maakt het voor mij een instrument. Dus je kan al die draadjes en sensoren, dat kan je een interface noemen. Dat zou ik zelf ook zo betitelen, maar het geheel is voor mij een instrument. Dit is een instrument, je zou kunnen zeggen, zonder eigen stem. Het is afhankelijk van of omgevingsgeluiden of bandgeluiden, elektronische band of eventueel cd. Maar in feite, de meest live applicatie is met een levende muzikus die een echt instrument speelt. En dan is het niet alleen mogelijk dat Erik zeg maar, de klank oppikt en daar vandoor mee gaat. Maar er kan dus echt een samenspel ontwikkeld worden, afhankelijk van hoe de klanken zich gedragen. Zeker in een improvisatorische situatie kan de instrumentalist daarop reageren voornamelijk. Er is een begin geweest, echt in het begin van deze eeuw, waar een aantal mensen zijn bezig geweest met het bouwen van instrumenten. Onder andere Lev Vermin, die is daarin bekendst geworden volgens mij. Dat zijn in het begin instrumenten geweest om live mee op het podium te staan. En je hebt rond de Tweede Wereldoorlog heb je dan inderdaad de introductie van magnetische geluidsdrager of cassetteband. En daarmee is men ontzettend gaan experimenteren in studio's en heb je dus de hele studiomuziek gekregen. Maar omdat het luisteren naar 2 luidsprekers op een podium in een concertzaal mensen niet echt bevredigde, is daar uiteindelijk een vorm uitgegroeid, of een aantal vormen uitgegroeid. Een van de vormen is er een instrumentalist bijzetten bij een band. De andere vorm is de behoefte om daadwerkelijk live de elektronische muziek te beïnvloeden en dus te spelen. Ik vind zelf dat je moet kunnen zien hoe iemand muziek maakt. De fysieke inspanning is iets wat eigenlijk ieder mens kan begrijpen. Op een klarinet blazen heeft iets wat, ook al weet je absoluut niet wat daar precies met die vingers gebeurt, toch, dat komt over, dat is duidelijk. Als je aan een knop draait op een elektronisch apparaat, zegt dat niks. Want het kan de ene keer dit betekenen, de andere keer dat. Dus daar zit niet een direct verband tussen. En ik denk dat het nu mogelijk is om instrumenten bewust zo te maken dat je dus een inspanning ziet. Ha, Obi. Nou, ik ben er inmiddels ook uit wat ik als hoofdgerecht wil hebben. Ik wil graag doorstarten.
Doorstarten. Met een gebraden tamme eendenborst provenzaal in wildsaus met pruimedante, gemarineerde rode kool en graag een fles Saint-Emilion 1985. Ik wil geen ook goud. We zullen zeggen wat. Kies hem om bij om licht. Houd bij om leeg. Geef me nog even. Nee, gebraden tamme eendenborst in wildsaus met pruimedante. Met gemarineerde rode kool en met Saint-Emilion 1985. Snuif niet. Heeft me niet nog maar. Zo ja, snuif hebben. Nee, groen. Nou, verliep je nog. Gebraden tamme eendenborst in wildsaus met pruimedante en rode kool. En rode wijn. Nou, verliep rest op. Ben je in de vers? Nee, gast. Nou, verliep gaat op even drie. Nou, verliep gaat op net. Snort zijn die gasten. Meneer, ik wil alleen maar een stukje eten. Ja, ik ben niet doof. Inus, hoor iedereen in mezelf zelf, maar op het jaar met een overal helft. Ja, de leer, het was niet gisteren. Dit was Web. Tot over 2 weken. Whatever he does to the web, he does to himself. Dus hij gaat heel langzaam door de eerste plank van dit voorwerp. Dit afgetast is dus. Ha 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 ha